Hey mensen, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we weer teruggekeerd in Den Haag stad. Dit is de auto voor vandaag. We hebben vandaag een Vito. Ik vond het een mooie auto om vandaag een beetje rond mee te rijden. En ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Ik heb vandaag wel gewoon een vuurwapen op zak. Dus ik ben benieuwd of ik gepakt word. Daarom. Ik ga gewoon even de snelweg oprijden. We gaan gewoon eventjes kijken wat daar te zien valt. Het is een relatief lege stad momenteel, maar het is wel een mooie brug van de snelweg. Is dat heerlijk? Is dat goed, ja. We gaan hier gewoon even rechtdoor rijden, even tempo erin. 120 op de snelweg, nou, dat mag. Zijn we heel snel alweer aan het einde van deze weg. Ik zit vandaag in call met onze enige echte politieagent vandaag in dienst. Hallo! Ruben. Hallo. Hallo. Vandaag ga jij maar proberen een beetje te pakken. Je weet nog niet echt waarop of zo, maar dat boeit ook niet zoveel. Nee. Maar ik rijd gewoon even een beetje rond bij de airport of zo. Bij CS. Ja. Dan gaan we even zien wat er gaat gebeuren vandaag. Ik zal daar wel naartoe komen. Prima. Even kijken, Centraal Station. Wel een mooi Centraal Station, zeg eerlijk. Welk cijfer zou jij Centraal Station geven? Als hij aan het echte spoor vast zou zijn, zou ik hem 10 geven, maar ik geef hem 8. Ik geef hem een 7, ik vind hem wel prima. Ik kan zelf ook goed developen. Nee. Oké, we gaan hier gewoon even stilstaan. We staan op een taxi-parkeerplaats. Maakt er niet heel veel uit. We gaan hier gewoon even wachten. Kijken of er nog iets bijzonders gebeurt. Yes. Er is mogelijk een agentje hier. Hallo, meneer. Meneer, u staat op een taxi-standplaats. Mag ik u... taxipapier zien en... Ik ga hier zo weer weg, ja, meneer? Nee, ik ga er zo weer weg, inderdaad, ja. Nee, meneer, hier kan je gewoon een boete voor krijgen, omdat u taxistandplaats staat. Ga ik wel weg. Nou, doei. Veel succes vandaag. Oké, meneer, dit is een waarschuwing. Ik hoor je toch niet meer. Als ik het nog een keer zie... Ik hoor je niet. Oh, dit is een waarschuwing. Als ik het nog een keer zie, dan geef ik wel een bekeuring. Oké, prima. Dat is ook wat ze in het echte leven. Ja, nee. Dat weten de kijkertjes ook wel. Oké. Ik ga eens even. Okay. Nou, we gaan hier voor het rode stoplicht stilstaan. Onze agent in kwestie gaat wel gewoon rechtdoor. Hè? Langs het rode stoplicht. Sorry, maar... Nou ja, het is aan de ene kant wel gewoon groen. Aan de ene kant is het wel groen, maar aan de andere kant niet. Maar voor groen is links, denk ik. Ja, ik snap deze hele stoplicht niet. Nee, naar links is groen. Oké. Het is dan waarschijnlijk altijd groen. Waar was vandaag een agent die gewoon letterlijk gewoon dit deed bij een stoplicht? Waren ze allebei groen en die sneed gewoon zo een burger af. Kom op. Gaat je goed, agent? Ja. Fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar of zo. In de zomer. Veel succes. Ik weet niet waar die hele agent naartoe is, maar wij gaan hier gewoon een beetje rondrijden bij brandweerkazerne. We gaan wel even langs brandweerkazerne. Oh joh, komt ineens die politie aan. Wacht. We gaan die politie uitdagen. 100%. Joink, erachteraan. Oh, komt ineens uit de hoek. Hallo. Oké. Ik wil eigenlijk zelf even uitstappen en schieten, maar... Wat is een handige plek om dat te doen? Ik denk dat het vliegveld wel een handige plek is om te doen. Oh, pit maar even.
Zie maar een wapen. Zo. Niet. Zo! 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 Ga je achter de wagen? Wacht even, ik moet reloaden. Ik moet reloaden. Waar ben jij? Politie, wapen laten vallen! Wapen laten vallen! Politie, wapen laten vallen! Wapen laten vallen! Op je knieën! U bent aangehouden. Vanwege wapenbezit. Oh, hiel. Nogmaals, u bent aangehouden wegens... U bent aangehouden wegens wapenbezit. Oké. Okay. En het gericht schieten op agenten. En het negeren van een stopteken. U heeft recht op een advocaat, een officier van justitie en om te zwijgen. En u wordt geleid voor voor de rechtercommissaris. Oh nee. Gelief even het voertuig in te stappen. Oké. Okay. Een bureau volgens mij. Ik weet niet precies waar we naartoe gaan. Maar waar gaan we naartoe? Het bureau. En daar gaan we u even fouilleren. Hoezo gaan we mij daar fouilleren? Omdat u een wapen bij u heeft, meneer. Ik heb geen wapen bij me. Dat kunt u wel zeggen, maar... Ik heb geen wapen bij me, meneer. Mevrouw, ja, maar u veel. Schoot toch echt? U schoot toch echt? Hij ligt daar in de bosjes of zo. Ik heb hem niet bij me. Oké, meneer, komt u even mee? Hij ligt daar in de bosjes, zeg je eerlijk. Dat zag jij ook. Hij ligt daar in de bosjes, meneer. Oké, we gaan u boven even fouilleren. Hij ligt daar in de bosjes, ik heb niks bij hem. Okay. Ja, meneer? Ja, geloof je mij? Ja? Kan je me even loslaten? Hoezo? Mm-hmm. Oké, okay. Fouilleerd. Oké. Okay. Wat vind ik? Een, je ziet daar een paar magazijnen van vuurwapens. Twee of drie. Een stuk of twee, drie. Allemaal leeg. Verder zie je een zakje met gek voorwerp erin. Het zakje is helemaal rood. Meer is ook niet duidelijk. Meer is er ook niet. Oké, heeft u ook iets van ID of zo? Nee, dat heeft de persoon niet bij zich. Oké, en pakt alles af. Pakt alles af. Hoezo pak je dingen van mij af? Nou, het is allemaal... we gaan het onderzoeken. En er zijn allemaal lege magazijnen gevonden van wapens. En die moeten we onderzoeken. Oh, echt? Oh, ik wist niet dat ik dat bij mij had. Dus en u heeft een vreemd zakje bij u. En dat wordt overgedragen aan de recherche. Wordt allemaal overgedragen. Sorry meneer dat ik dit deed. Mag ik nu weer vrij? Nee, u gaat uw cel in de afwachting van uw rechtszaak. Mensen, ik ben zo net dus gewoon getransporteerd. Het ging heel hardhandig. Ben ik getransporteerd naar hier. En ja, ik hoop dat het allemaal goed met me gaat. Maar ik vrees het ergste. Ik heb nogal veel pijn. Dus ik probeer een beetje rustig aan te doen. Maar de politie ging niet echt heel goed bij mij om. Goeiedag, meneer. Nee, goeiedag. Wat is er aan de hand? U wordt voorgedragen voor de rechtszaak. U wilde geen advocaat. Oké. Maar... Er heeft in ieder geval geen advocaat voor u gemeld. Dus dan... ja. En dan, mag ik niet iemand bellen? Nee, meneer. Meneer, ja. We zijn nu bij een rechtszaak geweest. Meneer. Wij gaan u transporteren naar de rechtszaal. Oké. Okay. Uw advocaat zou daar zijn. Ik had toch geen advocaat? Die heeft zich dus net gemeld, heb ik in mijn oortje gehoord. Oké, okay, top. Dus, gelukkig. Die zou het verdedigen. U krijgt in ieder geval een gevangenis. Wij weten verder helemaal niks van de rechtszaak. Wie gaat mij dan brengen? Nou, ik ga u brengen. Wilt u even meelopen? Dan gaan we u brengen naar de rechtszaal. Wil ik dat? Meneer,
Dat moet u. U moet meekomen, anders wordt er geweld gebruikt. En dat wilt u zeker niet, hè? Dus okay. Kom maar even van die stoel af. En dan gaat u even mee. Ja, goed zo. En misschien krijgt u, als u klaar bent, wel even koffie. Maar dit ligt eraan hoe u zich gedraagt, hè? Oké. Okay. Ligt totaal aan u. Oké, okay, prima, prima. Moet ik nou in deze bus? Ga maar in deze bus. Ik moet heel even aan de OC melden dat wij onderweg zijn. OC, verdachte transport naar de rechtszaal gaat beginnen. Nou Marver, jullie mag vertrekken. Wilt u een VTB hebben? Gelukkig. Waar gaan we naartoe, meneer? Ik wil het wel weten. We gaan even naar we gaan naar de rechtszaal. Waar is de rechtszaal, als ik vragen mag? Nou, de rechtszaal is ongeveer 5 kilometer verderop. O jee, dat is ver weg hoor, meneer. Nee, we zijn er. Dat is ver weg, meneer. Prio 1, zonder toestemming. Persoonschop namelijk tegen Duan. Sorry. Oké, OC aangekomen bij Europol. Nou maar. Rechtszaal. Nou maar. Meneer, doet deur open aan de achterkant. Je hebt de auto even over dwars geparkeerd. Helemaal prima. Maar dit doen ze in het echt ook zo, dus ik... Dus ik dacht, dat doe ik even gewoon. Oké, meneer, u wordt voorgeleid. Waar zijn we? Oh. We zijn bij de rechtszaal. Dit vind ik niet leuk om hier te zijn. Gaat u maar even naar binnen, stil. En dan wacht u hier even. Oké. Wacht. Rangon. Mensen, we moeten even wachten op de uitspraak, maar ik hoop dat ze een beetje snel klaar zijn. Want het duurt nu al best wel lang. Ik ben benieuwd of ze komen. Het duurt inderdaad nog steeds wel heel erg lang. Ik ben al een half uur aan het wachten hier. Op de uitspraak. De rechter. De rechter? Oké, mooi zo. De rechter heeft gesproken. Met een... Ja. Met een uitslag dat u wordt veroordeeld op poging tot doodslag en het onveilig maken van de omgeving. Hoe lang moet ik dan zitten? U wordt 5 jaar, waarvan 4,5 voorwaardelijk met TBS-behandeling. En waar is TBS-behandeling voor? Nou, omdat u met een wapen omging, meneer. Ik ontken. Oké, meneer. U is alweer teruggebracht naar uw cel. Voor uw straf uit te zitten. Ja. Wilt u iets te drinken? Ja, doe maar. We moeten toch terug ook dan naar de cel? Zo. Ja. Meneer, wilt u uw handen kruisen? Dan gaat u weer mee naar het bureau. Ja. OC. Verdachte gaat weer terug naar gevangenis. Nou maar. Oké, we zijn aangekomen bij PB. Wat gaan ze hier nou weer doen? Ik snap het eigenlijk ook zelf helemaal niet meer, maar... U gaat gewoon uw straf uitzitten, meneer. In het politiebureau. Ja. Oh jee. En misschien wordt u zelfs nog overgeplaatst naar een gevangenis. Oké, prima. Dan gaat u even mee naar het bureau. Naar de gevangenis. En dan volgt er nog even een fouillatie. Dus ik ga u nog even fouilleren. Wat vind ik? Niets bijzonders.
En dan zetten wij in de cel. Zo. Meneer, wilt u koffie? Nee hoor, ik hoef nu niet zoveel. Ik vind het prima vandaag. Zo. Zo, dames en heren, dat was maar weer een dag. We zitten vandaag in de cel. En ja, ik hoop dat ik snel vrij word gelaten. Door die agenten die hier zijn. Nou, we gaan even onze straf uitzetten. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond deze video een beetje leuk. Like, abonneer. Tot de volgende keer. Joejoe.